een nieuwe video van DW Fishing Team. Het heeft een tijdje geduurd, mede door de examens en zo, maar ja, we zijn weer terug. Ik zit vandaag in mijn eentje bij het Hemelwater, bij het Wateringsveld. Twee vrienden van mij zijn erbij, die vissen niet. Puur voor de gezelligheid, lekker barbecue en zo. En ja, we gaan lekker visjes vangen. We zitten bij de kinderboerderij. En ja, even kijken of het wat is vandaag. Allereerst een stukje tube. En dan daaronder hebben we een inline loodje. 70 gram gok ik. Dan een worteltje. Dan een onderlijntje van wat zal het zijn, zo'n 10 centimeter. Met de dark combo van Fox. En een lijnlijnetje van Fox erop. Dan een white gape van de Corda, maatje 6 of 8. Dat weet ik niet precies. Dan een klein stukje krimkraus, tube, ik weet niet precies wat het is. En om de boilie mooi te houden, dan zit er denk ik zo'n half centimeter tussen de boilie en de haak. Zodat je lekker soepel kan bewegen. En ik ga er zo nog een stukje booty op zetten. En dit haak gewoon lekker warm op z'n keer erin. En mijn andere hengel bevis ik met een vast loodsysteem. Ook 70 gram van Avidcarp. Met een onderlijntje van ook zo'n 10 centimeter. En dat is de striphit van Piet Vogel. Daar vis ik mee met een 10 mm pop-up van CDB. En voor de rest is alles hetzelfde. Barbecuen. Jongens, hoe smaakt het eten van Masterchef Daniel? Lekker, jongen. Perfect! Wat vind jij? Heerlijk. Ja, dat doet hij even, hoor. Jongen. Oh, lekker dit. Nou jongens, we zijn net lekker aan het barbecuen. En de pieper gaat af. Visje nummer 1. Het is zeker weten karper, dat voel ik wel. En nu komt hij wel makkelijk mee. Net was het toch echt wel aan het knokken. Maar ik heb hem niet gezien. En jullie zien hem zo wel op de mat. Guus, kun je even scheppen? Ja. Leg even die speklappen. Ja, leg die speklappen maar op het bordje vast. Ja. Zo, kijk al die bellen gek. Het is volgens mij wel een leuk visje. Guus, schep hem maar daar. Oppassen voor mijn andere lijn. Doe maar vast in het water net. Ik trek hem er wel in. Oh, daar is een tak. Oh, dit is wel een leuke vis. Nee. Doe maar gewoon diep onder water en dan trek je hem erin en dan moet je hem naar boven trekken. Diep, hoe kan dat? Ja, zo is het goed. Grote vis, gek. Zo, dit is een flinke hoor.
Okay, nu. Ja. En ja. Kijk, stop maar. Kijk, onbeschaafd Becky. En de haak zit hier in zijn onderlipje aan het zijkantje. En ja, dit is kik hoor. Even kijken. Zo. Maar ja, dit is een hele leuke vis. Hij knokte minder hard dan wat de vis waard is, maar deze gaat er tot een pondje of 6 of zo. Oh, pas op. Als je gaat spetteren, gelijk neerleggen. Relax. Pas op voor ze vinden, dat ze niet knakken. Kijk. Ja, dit is een leuke vis hoor. En we schieten even een fotootje en dan ken je weer terug. Zo. Nieuwe molens op Visma gekocht, de Sproza Power 7000 en ja, normaal 140 euro per stuk, ik heb ze voor 100 euro per stuk. Er moet nog wat meer lijn op, nou ja, een nieuw lijntje en ja, ik vind het heerlijke molens. Ze drillen lekker en ze zijn gewoon echt fucking fijn. Ik ben er blij mee, geen kapotte molen meer eindelijk en ja, dit is lekker hoor. Nou, even een korte uitleg waarom er een lange tijd geen video is geweest op mijn kanaal. Het komt mede door de examens. We hebben wel verschillende sessies gedaan, ook gefilmd, maar niet genoeg materiaal, geen goede beelden enzovoort. En we zijn er weer en de examens zijn bijna voorbij. En dan gaan we lekker 4 maanden vissen. 2 weken Frankrijk, 1 week Haringvliet met Joey. En ook lekker in Nederland vissen. En we zijn er gewoon weer. En ik hoop dat jullie het leuk vinden en er komen nieuwe video's aan, dus blijf op de hoogte. En check het kanaal, houd het in de gaten. Wat gaat er leuke sessie. We hebben heerlijk relaxed, gechilled. We hadden lekker 2 dagjes vrij. Het is vandaag vrijdag. En we gaan zo meteen inpakken. En we hebben vandaag lekker 2 visjes gevangen. Eentje van 16 en eentje van 14 pond. En je zit hier gewoon heerlijk. En we vangen lekker vis. De aanbeten waren vooral 's avonds. En toen we vanmorgen wakker werden, toen lag mijn lijn wel op een andere plek. En hij lag vast, dus ik weet niet wat daarmee is gebeurd. Maar er is nog geen vis meer aan. En dit is eigenlijk het einde van de video. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Doe dan even een duimpje omhoog. En zoals ik al zei, houd het kanaal in de gaten. Abonneer hieronder even. En ik zie jullie in de volgende video. Ah.